Dag iedereen, ik ben Bart Lerijs en ik geef al vele jaren geschiedenis en cultuurwetenschappen in een school in Deinze. Voor geschiedenis heb ik collecties gemaakt waarin heel veel doorstromers aan bod komen. Dat betekent dus onderwerpen die in 5 en 6 aan bod komen en waar je in 5 en 6 gebruik kunt maken van beeld- en audiofragmenten die in deze collecties zijn opgenomen. Bijvoorbeeld Congo, China zijn collecties die doorstromen in 5 en 6 en waar je het materiaal kunt vinden. Of de Industriële Revolutie bijvoorbeeld, waar ik in 4 tijden telkens collecties maak om die Industriële Revolutie toe te lichten met dezelfde deelthema's. Je kan met dat materiaal aan de slag om je les te illustreren, maar je kan ook het materiaal gebruiken als primaire bron. Je kan zo een filmfragment of een audiofragment tonen en dan met de leerling daarmee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld, zo zou je de toespraak van koning Boudewijn en de toespraak van Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo kunnen gebruiken om de leerlingen de impact daarvan te laten beseffen. Wat zegt de koning, wat zegt Lumumba en wat zijn daar de gevolgen van? Of je kan de toespraak van Churchill gebruiken over het IJzeren Gordijn. Er is heel wat materiaal van de VRT terug te vinden in het archief voor onderwijs. Er is ook heel veel materiaal en steeds meer van de archieven. Van het AMSA, van het Liberaal Archief, van het KADOC en van het Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams Nationalisme. En daar natuurlijk is in het bijzonder het materiaal over de Vlaamse ontvoogdingsstrijd of over de Vlaamse arbeidersstrijd heel mooi primair bronmateriaal. Ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat jullie de collecties terugvinden op het Archief voor Onderwijs en dat jullie daarmee in de klas, in de lespraktijk aan de slag kunnen gaan. Veel succes!